door de afwezigheid van Streppel, Strijbos en Van Duinhoven. Die alle drie in quarantaine zitten. Vandaag dus eindverantwoordelijke Roel Brouwers. Kunst. Ook hij heeft een aardige pegel in zijn voeten. Bedient Margaret. Hier komt het eerste schot aan van Jong AZ. En de redding van Hoekstra is met de voeten heel nuttig en heel knap. Klaassen. Bucciari nu naar Fluke. Dan ligt het open. Dan kan Rode SC een grote kans krijgen. En misschien wel scoren. Maar Fluke is hier toch erg onzorgvuldig met de geboden ruimte. Prachtige crosspaas. Als een streep in de voeten van Alouche. Die dan Mats kan opzoeken. 1 tegen 1. Alouche, schot van richting veranderd. Op de lat. Onderkant lat. En geen doellijntechnologie om hier direct uitsluitsel te geven. Hij doet niet zo heel veel fout hier, Alouche. Schot nog heel lichtjes getoucheerd. En dan onderkant lat. Valkenburg. Die wil het ook van ver. Ja, waarom ook niet? Valkenburg echt met een goede inzet. En het zekere voor het onzekere genomen. Heerlijk getrapt. En hij was overgegaan. Valkenburg. Bakker. Ja, dit is het patroon dat Rode SC al een aantal keren heeft uitgevoerd. Het lukt weer om zo goppelvrij te spelen. Verhoek gevonden. Paal en de herkansing kan nog wat opleveren. Maar in de handen bij Westerveld. En daardoor nog altijd 0-0. Die snelheid van Goppel die hier de pech heeft dat de paal een treffer voorkomt. Kijk, daar is hij weer. Onderschept die breedte paas. Goppel. Lastige aanname van Valkenburg. Goppel. Goppel. En nu is het toch raak? Jazeker. Eindelijk de voorsprong voor Rode SC. Fluke komt binnen. En de aangever, Tijmen Goppel. En het begint allemaal met de mislukte breedtepaas. En daarbij misrekent Gemmel zich, denk ik, en Westerveld op de snelheid van Goppel. Hoe zou dat toch kunnen, zou je haar zeggen, want hij heeft het al vaak laten zien. Alouche doet dat vooral slimmer. En dan is daar Margaret, die neemt er net iets te riant mee. En dus kan Hoekstra de 1-1 voorkomen. En zo heeft die doelman toch een belangrijke rol vanavond. Die doelman van Rode SC. Het Roel Brouwers effect zou je het zo mogen noemen. Als hij een beetje gevoel voor humor heeft, dan doet hij dat zeker. Want onder zijn leiding verslaat Rode SC Jong AZ met 1-0.